Kijkend naar de eeuwenlange geschiedenis van mode en de schoonheidsidealen die daaruit voortvloeien, kan vrij makkelijk geconcludeerd worden: de elite bepaalt het ideaal. Vrij top down allemaal. Van oudsher heeft de elite simpelweg de tijd om die idealen te verwezenlijken. Tegenwoordig bestaat die groep uit filmsterren, muzikanten, social influencers, you name it. Toch is het sinds enkele decennia niet alleen de elite die met een vinger in de mode en schoonheidsidealen pap roert. Als we inzoomen op een aantal Engelse subculturen eind 20e, begin 21e eeuw, dan blijkt dat de working class wel degelijk zijn invloed heeft uitgeoefend op de manier waarop ook de elite zich uiteindelijk is gaan kleden. Klaar voor een partijtje: beter goed gestolen dan slecht bedacht. We zien zoiets in de jaren 80 met aspecten uit de punk scene. Deze subcultuur bleef gedurende begin de begin jaren 70 redelijk buiten beschouwing van de mainstream mode en cultuur. Die mainstream dicteerde toen ook nog dat kleding een manier was om je luxe en welvaart te tonen. Tot eind jaren 70, begin jaren 80. Punk was toen al wat meer mainstream geworden en aspecten van de kledingstijl werden mode. Doordat grote designers aspecten uit de punk scene begonnen op te pikken en over te nemen. Hierdoor is bijvoorbeeld een ontwerper als Vivienne Westwood groot geworden. Mode en het ideaal dat het uit moest dragen, werd vanaf dat moment wat edgy. Die kleine rauwe rand zijpelde door richting de Britpop. Met een look die hip werd door bands zoals Oasis, ging deze nieuwe trend ook de Engelse grens over. Onder andere Amerikaanse designers namen die karakteristieken over. Karakteristieken die eigenlijk hoorden bij de Britse working class van de jaren 80. En dat die arbeiders die kleding droegen vanwege economische tijden. Dat was niet interessant. Voor modeontwerpers stelde één ding, het zag er gewoon mooi uit. En ook nu zien we wederom zo'n trend opkomen. Want net zoals in de jaren 70, toen modedesigners wachten totdat punk minder rauw en gevaarlijk was, doen we dat nu ook met sportkleding. En onze fobie daartegen, die is ontstaan zo ergens midden jaren zero's, van het vorige decennium. Joggingsbroeken, sokken, sportsokken, slippers... Tegenwoordig zie je invloeden van sportkleding terug op iedere catwalk. En toch is sportkleding dragen als gewone kleding iets wat vroeger vooral gedaan werd door lagere sociale klassen. Dus wederom, beter goed gestolen dan slecht bedacht.